Dag allemaal en van harte welkom bij deze instructievideo over Adobe After Effects. Ik heb wat mensen gesproken vandaag in de Project Z, in de Project Z-week. En ik heb begrepen dat er best wel behoefte is om wat te gaan animeren. En een aantal van jullie heeft ook gekozen om dat te gaan doen in After Effects. Ik denk misschien is het goed om even een korte tutorial om te laten zien om een paar opties die belangrijk zijn in dit stukje software van Adobe wat verder toe te lichten. Als je door de beginschermen heen bent en je hebt voor een project gekozen, dan kom je uit op het scherm waar we nu naar kijken. Dat is eigenlijk het startscherm voor elk project wat je maakt in After Effects. En er zitten een paar belangrijke dingen in die ik even met je door wil spreken. In de eerste plaats de setting. Hierbovenin zie je dat standaard, het woordje standaard is blauw. En dat betekent dat we dus nu kijken naar de standaard setting van Adobe After Effects. Als je andere settings wil nemen, dan kan dat natuurlijk. Je kunt klikken op default. Dan zie je dat er wat verandert in je panel. Ik ga weer terug naar standaard. Ik zou kunnen kiezen voor Learn. Dan krijg ik ook wat opties om wat dingen via een internetverbinding te leren uit dit stuk software. Maar we gaan eventjes voor standaard. Ik ga even terug naar de standaard setting. Moet je even over nadenken. En dan loop ik even snel door de interface heen. Wat je ziet aan de linkerkant hierboven is het woordje project. En er staat een streep onder. Dat betekent dat we dus alles wat hier in dit vlak gebeurt, dat te maken heeft met je project. In After Effects importeer je eigenlijk een aantal assets, een aantal onderdelen die je gaat gebruiken in je project. Dat kunnen filmpjes zijn, dat kunnen foto's zijn, dat kunnen andere visuele dingen zijn. Ja, animaties eventueel ook nog wel, al zou je die ook prima hierin kunnen maken. Hieronder heb je een vak, dat is een soort tijdlijn. En hier komen zo meteen een aantal lagen te staan die te maken hebben met je project. Hierboven kunnen we nu kiezen uit een nieuwe compositie of een bestaande compositie. Alles wat je maakt in Adobe After Effects zijn composities, zijn eigenlijk kleine video's. En die worden op die manier opgeslagen. En daaruit kun je dan straks weer je eigen video renderen. Je kunt dus ook meerdere composities maken in één After Effects document. En die dan later aan elkaar knopen of weer afzonderlijk van elkaar uitrenderen. En aan de rechterkant zit nog wat additionele informatie. Ik heb wat dingen openstaan. Onder andere Effects and Presence. Die zit, als je naar Windows gaat, hier. En dat heb ik gedaan omdat hier een heleboel effects in zitten die ik kan gebruiken in mijn video, dus in mijn compositie. Ik heb hier toevallig even TUR ingetypt, want ik was op zoek naar Turbulence Display. Als ik die uitdoe, ik haal dat hier weg, dan zie je dat hier een hele lijst met allemaal mapjes staan waar effects in zitten. Als ik er eentje open doe, door op dit pijltje te klikken, dan zit hieronder nog weer een heleboel effects. En dan kom je dus geleidelijk aan steeds verder in. En uiteindelijk kom je bij FX-achtige icoontjes uit en dan heb je het dus over het daadwerkelijke effect. En we gaan voor deze eerste tutorial een klein effectje toepassen in een deel van deze tutorial. Maar eerst, wat gaan we precies doen? Nou, ik heb een beetje gezocht online om eens te kijken wat ik eventueel zou kunnen vinden. En ik kwam, dit kwam ik tegen. Oh, dat is de verkeerde hoor. Moet eens even kijken waar die ook weer staan. Even een momentje. Even kijken. After Effects. Resources, ja, dat is toch wel deze. Deze kwam ik tegen, deze foto op pexels.com, gewoon even om te proberen. En wat ik eigenlijk in After Effects wil doen met deze foto is, ik wil het vliegtuig wat je nou boven in de lucht ziet vliegen, tussen de gebouwen doorgefotografeerd, die wil ik graag laten vliegen, zoals die echt zou kunnen vliegen. Het is nu een stilstaand beeld, maar ik denk dat het leuk is om die te laten vliegen. Nou, belangrijk hierbij is dat je hem op het moment dat je dat wil, dat je een paar dingen even goed in de gaten moet houden. In de eerste plaats, deze foto heb ik nodig in mijn After Effects project. Dus als ik even terug ga naar After Effects, dan zou ik hier die foto in kunnen importeren. Dat doe ik op de volgende manier. File, import, file. En dan kom ik in mijn geval meteen in de juiste map uit. En ik heb natuurlijk een Mac-omgeving, dus dat gaat ook allemaal net iets anders dan in een Windows-omgeving. Maar ergens heb je die foto opgeslagen en het is handig om die in een mapje op te slaan naast je After Effects project. Want als ik even terug ga, zegt ik heb dit project klaar en ik zou het willen saven, save as, dan heb je ook weer de keuze om het ergens neer te zetten waar je maar wilt. Dus zorg ervoor dat alles een beetje bij elkaar staat, zodat je een map hebt waar je hele project in staat. Zowel je After Effects basisfile, wat je een beetje kunt vergelijken met een Photoshop file. En ook alles wat daaruit is gerenderd. En ook het source materiaal, het bronmateriaal dat je gaat gebruiken in je compositie. Deze jongen ga ik openen. En op het moment dat ik dat doe, dan zie je twee dingen gebeuren. In de eerste plaats ziet het project nu een JPEG foto. En het project heeft besloten om daar meteen een compositie van te maken.
dus een compositie, zonder dat we zelf überhaupt een compositie hebben geselecteerd. En dat is eigenlijk is dat een soort containertje waarin deze foto in zijn geheel staat. Daar doen we verder niet al te veel mee, maar wat er wel is gebeurd, dat die compositie, deze, die het zelf heeft aangemaakt, ook verschijnt in deze tijdlijn hier. Die staat nu hier. En hier zie je al meteen een tijdlijn lopen, tot 5 seconden in dit geval, met daarin die foto. Daar hebben we in principe niet zo heel veel aan, dus ik ga hem ook wegklikken. Hier het kruisje aan de zijkant. Is die weg en is mijn tijdlijn is ook vertrokken. Even kijken of die er nog weer bij kan krijgen hoor. Windows. Hebben we iets van tijdlijn hier staan? Fijn hoor dit. Zet ik hem even aan. Ik zou eventueel weg kunnen klikken. Op dat moment dan ben ik mijn hele tijdlijn kwijt. En als ik er weer dubbel op klik, dan is mijn tijdlijn weer terug. Maar wat ik wil, is een nieuwe compositie maken. Dat ga ik nu even doen. Nieuw. Composition. Nieuw composition. Daar gaan we. Klik ik erop. En dan krijg ik dit panel. En omdat ik dat vliegtuig wil laten vliegen, ga ik deze compositie ook meteen een naam geven. Iets van flying-plane. Misschien is dat wel leuk. De compositie heeft een bepaald soort settings. Hè? Dus hoe wil je straks dat de compositie zichtbaar wordt? Ik heb hem op 1920 met 1080 gedaan. Dat is een standaard HD setting. Dus als je naar HD-schermen kijkt, zowel voor het computerscherm als voor televisie of andere schermen waar dan ook, dan is dit volledig HD, dit formaat. Het is geen 4K, het is volledig HD. Je kunt ook 4K een video maken hierin. Het is eigenlijk nog een beetje too much. Er zijn heel weinig apparaten die goed 4K aankunnen. Dus ik zou dat niet doen. Ik heb gekozen voor Square Pixel, omdat ik het hoofdzakelijk ga gebruiken op schermen die gerelateerd zijn aan het internet. En LED-schermen, hoge resolutie LED-schermen, zoals je die op tv ziet. Dan kan Square Pixel komen. De framerate is 25. Je kunt ook kiezen voor een andere framerate, 24,9 of zelfs 30 frames per seconde. Maar vrij standaard is toch wel 25 frames per seconde. Dan hebben we nog een duration, tijd dat dit filmpje gaat duren. Mijn filmpje gaat 5 seconden duren. Dit is het secondentalgetalletje. Dus staat hij hier, dan worden het minuten en hier tel je door naar uren. De achtergrondkleur is zwart, dat geloof ik allemaal wel. Dus al met al denk ik dat ik hiermee een leuke compositie heb. Ik zeg oké. Okay. En je ziet meteen dat er dus een soort blanke compositie komt die Flying Plane heet. De achtergrond is transparant. Je ziet dat er allemaal van die blokjes, grijze blokjes in staan. Betekent dat hij transparant is. En hier ga ik mijn videootje in opbouwen. Het eerste wat ik nodig heb is die foto die hier staat van dat vliegtuig en die grote gebouwen. En wat doe ik daarmee? Die sleep ik eigenlijk gewoon heel makkelijk. Ik houd mijn muis vast hierin en ik laat hem los. En dan zie je dat dus in de compositie die we hebben gemaakt deze foto nu staat. Nou, er zijn een paar dingen die opvallen. Ik zoom even een beetje uit. Als je het zo doet, Ctrl plus en Ctrl min voor in- en uitzoomen, zoals je het ook kent van Photoshop en Illustrator, dan zie je dat de foto natuurlijk een heel andere verhouding heeft dan de canvas van mijn compositie. Mijn compositie is liggend, is full HD en de foto is eigenlijk staand en is te groot. Te groot vind ik niet zo erg. Ik wil een deel van de foto gebruiken, alleen niet dit deel. Dus ik wil dat die foto wat naar beneden zakt. En dan komen we eigenlijk meteen uit bij een van de basisonderdelen van het opzetten van je scène in Adobe After Effects. Als ik deze laag geselecteerd heb, dus hij is licht gekleurd in mijn geval, en ik klik op de P, dan krijg ik de opties van position te zien. Dat zal ik meteen even aanpassen. Dit is van links naar rechts en dit is van boven naar beneden. Deze staat op 540 en je ziet, zodra je daar met je muis overheen gaat, een klein dubbel pijltje ontstaan. En daarmee kan ik hem naar beneden slepen. Trek hem gewoon naar beneden en ik wil hem eigenlijk ongeveer hier hebben, zodat dit deel van die baan in deze hoek verdwijnt. Plus een beetje bij, Ctrl plus, om een beetje in te zoomen. En dan ga ik nog een klein beetje preciezer zetten, zodat het een soort pijl wordt, daar in die hoek. Dit is hem ongeveer. Oké, mijn idee, dit vliegtuig vliegt zometeen van daar naar daar het beeld weer uit. Wat heb ik nu? Ik heb nu een foto. En die foto, daar kan ik van alles mee doen. En dat ga ik ook doen. Maar ik heb dus eigenlijk nog een vliegtuig nodig, wat los staat van die foto. Nu zit het vliegtuig in die foto. En die wil ik later weer los hebben. Dus ik ga deze laag sowieso even dupliceren. Dat kun je heel makkelijk doen. Ctrl D. Als je de laag geselecteerd hebt en je hebt ineens 2 van dezelfde lagen. Er kunnen er ook 10 zijn. Als je maar Ctrl D door blijft doen, dan krijg je steeds meer lagen. Ik ga ervan uit dat deze bovenste laag zometeen mijn vliegtuig wordt. Dus als ik eventjes erop ga staan en ik klik op Enter,
kan ik de naam veranderen. Ik noem hem dus plain. En ik ga deze laag gebruiken voor mijn gebouwen. Buildings. Zo. Nou, wat gaan we dan doen? We gaan zorgen dat de lucht tussen die gebouwen vrijkomt, zodat ik daar mijn vliegtuig weer kan laten vliegen. En dat doe ik in de laag buildings. De laag planes zet ik even uit. Die wil ik even niet zien. Even op dit icoontje. En dan is de laag planes weg. Dat zie je helemaal niet, omdat deze allebei hetzelfde zijn. En nu ga ik hier een mask in toepassen. En een mask is eigenlijk een uitsnede van een visual die je kunt gebruiken in Illustrator. En dat doe je door deze tool te gebruiken. Deze pen tool. Dit is hem. Ik ga beginnen. Ik klik hier. Ik klik hier op de punt. Ik doe het vrij grof, omdat het natuurlijk maar een voorbeeld is. En zo loop ik daar doorheen. Dan ga ik hier naartoe. Deze. Het bochtje om. En dan gaan we meteen door daar naartoe. Hier. Daar. Zo. Die. 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 En nu ga ik ze aan laten sluiten. Let op wat er gebeurt als ik dat doe. Je ziet dat alles van die visual weg is, behalve lucht die we eigenlijk eruit willen hebben. Dus dat betekent dat we een paar dingen moeten aanpassen. In de eerste plaats zie ik dat er hier nog een klein beetje van het gebouw zit. Dus daar kan ik even wat aan doen door iets netter te werken. Ik pak even mijn plusstoeltje daarbij en ik zet hier een extra ankerpuntje neer en daar nog één. Zo, even inzoomen. Kan allemaal, hè? Ctrl plus. Oh, als je toevallig in beeld staat en je denkt, ik ben niet op de plaats waar ik wezen wil, dan kun je dus de spatiebalk ingedrukt houden. Dan krijg je een handje. En dan kun je dus je beeld verschuiven. Even kijken waar ik moet zijn. Hier moet ik zijn, daar. Hier heb ik twee ankerpuntjes bijgezet. Die kan ik selecteren met mijn pijltjestoets. Deze. En dan kan ik deze zo daar naartoe pakken. Dit zal ongeveer moeten zijn. Even terug. Ja, hij is dan ongeveer uit beeld. Hier zie je dat het gebouw een beetje scheef loopt. Ook daar kunnen we natuurlijk iets mee doen. We staan al op het plus pen tooltje. Dus ik klik hierop en ik ga weer naar mijn pijltjesstoel toe. En ik selecteer hem eventjes netjes. En dan trek ik dit er ook uit. Hier is nog iets niet helemaal netjes. Zet ik ook even zo erbij. Hoppa. Nou, dat zal het ongeveer zijn. Oké, het enige probleem is dat ik dus niet deze lucht wil, maar ik wil alleen de gebouwen. Want ik wil dus eigenlijk dat je door die gebouwen heen kunt kijken. Tussen die mooie banen door. Nou, hoe doe ik dat? Ik ga even kijken wat er is gebeurd in mijn laag buildings. En in buildings zie je eigenlijk al staan, als je hem openklapt, masks. En dat is wat er is gebeurd. Er is een mask toegevoegd aan mijn laag buildings. Dus deze mask die we net hebben gemaakt. En die staat nu op add. Dat vind ik prima. En hier zou ik hem ook kunnen omdraaien. Inverter. Gaan. Bam. Precies andersom als waar we mee begonnen zijn. Nu is de lucht weg en hebben we de gebouwen over. En dat is natuurlijk fantastisch. Hetzelfde grapje kan ik ook uithalen met mijn vliegtuig. Als ik mijn laag vliegtuig openzet, zie je de volledige foto weer, want het vliegtuig is nog niet uit de foto gehaald. Volledige foto. Dus deze laag heeft nu nog alles in zich van de hele foto. Ik zoom even naar het vliegtuig toe. Spatiebalk om even te zoeken waar die ook alweer zit. Dit is het vliegtuig. Iets kleiner maak ik nog. Ik pak wederom een gewone pentool. Dus niet degene met het plusje, maar een gewone pentool. Oh, goed zo. En ik ga hier omheen. Ga ik. De slag even iets inzoomen, anders komt het niet helemaal uit. Met die. Zo. Doe het even grof. Ja, normaal gesproken dan kun je nog meer dit soort dingen doen. En dat je er een gebocht in maakt. En zo. Alt-toets ingedrukt houden. En dan kun je die handles bijdraaien. Individueel, dat is wel even makkelijk om te weten. Deze er even omheen. Die. Die. Deze bochtje om. Hier naartoe. Het is een heel klein vliegtuigje, hè? Dus je gaat er niet al te veel van zien. Je ziet het ook aan hoe die nu is uitgezoomd. Het zijn allemaal hele grove pixels geworden. En dat komt omdat ik hem 800 keer heb uitgezoomd. En dat kun je hier beneden kun je dat zien staan. En dus zo groot gaat nooit iemand hem zien. Deze ga ik weer even draaien. Alt-toets ingedrukt houden, dan kan ik hem draaien. Kan ik eigenlijk zo door. Deze en die. En hier gaan we afmaken. Zo. Dit is het. Maar je ziet meteen, als ik het laatste punt laat aansluiten op het eerste punt, dan is alles eruit. Het hele vliegtuig staat nu los van de rest, zo zou je het kunnen zeggen. Oké, wat heb ik nu? Ik heb twee lagen. Ik heb een laag buildings en ik heb een laag vliegtuig. En die zijn dus allebei los van elkaar. Het enige wat ik nu mis is een achtergrond.
Want nu vliegt dat vliegtuig in de transparantie en dat wil je niet. De achtergrond was mooi wit, dus die heb ik eigenlijk wel weer nodig. Dus ik ga een laag maken waarin die achtergrond helemaal wit is. Dus eigenlijk wil ik een hele grote witte laag hierin hebben. En dan liefst onder buildings. Dus laat ik even kijken wat ik kan doen. Ik selecteer buildings en ik ga naar layer, new layer, solid layer. En die selecteer ik en in mijn geval is die al keurig wit. De formaten zijn precies zo groot als mijn compositie. En ik kan hem een naam geven, bijvoorbeeld background. Background, en doen we oké. En je ziet dat hij dus meteen toe is gevoegd aan de lagen die ik al had. Het enige is dat hij nog niet als onderste laag staat, maar er staat nog een laag buildings onder. Dus ik wil deze background laag helemaal onderop hebben staan. Dus ik pak hem op als hij geselecteerd is en ik sleep hem naar beneden toe. En dan staat hij erom. En nu is eigenlijk mijn compositie opgebouwd uit drie lagen. Een witte achtergrondlaag, een laag met gebouwen en een laag met een vliegtuig. Nu is het zo dat ik eigenlijk wel wil dat het vliegtuig achter de gebouwen kan vliegen. Dus laat ik de buildings nou eens even helemaal bovenop zetten. Daarachter vliegt het vliegtuig en daarachter is de achtergrond. Dus eigenlijk ongeveer de volgorde van kijken die we nu hebben. Hier zie je de gebouwen, dan zie je het vliegtuig en dan zie je de achtergrond. Oké, we gaan verder met het vliegtuig. Het vliegtuig moet vliegen van A naar B. En we hebben 5 seconden. Dit is een compositie van 5 seconden. Dus in 5 seconden vliegt het vliegtuig van hier helemaal door daar naartoe. Dat is het idee. Ik pak eventjes het selectietoeltje van het pijltje. Dat vind ik makkelijker. En ik ga bij het vliegtuig eigenlijk weer hetzelfde doen als wat ik deed bij de gebouwen. Ik druk op de P voor de positie van het vliegtuig. Position. En dan ga ik eens even kijken of ik daar iets aan kan veranderen. Aan die position. Kijk, dat kan, hè? Dat is mooi. Dus stel, ik pak hem op en ik zet hem hier boven neer, iets omhoog nog. Net buiten beeld, dat kan, hè? Je mag hem prima buiten beeld zetten. Wat meteen opvalt is dat er naast position een soort van stopwatchje zit. En dat betekent dat als ik dat ding indruk, als ik daarop klik, dat ik in mijn tijdlijn een klein icoontje krijg. Een icoontje als een soort keyframe, dat is het eigenlijk. En dat keyframe zorgt ervoor dat eigenlijk de animatie zegt, oké, ik begin hier. En als ik nu helemaal niks doe, dan blijft hij daar natuurlijk lekker staan. Alleen, ik kan hier ook een keyframe toevoegen. En als ik dan zorg dat ik dan mijn vliegtuig niet daar heb staan, maar helemaal onderin, dan denk ik dat het helemaal goed komt. Dus ik ga eens even kijken of dat lukt. Ik pak het vliegtuig gewoon op. Ik sta nu met mijn kop van mijn player. Dit is de player die over het hele tijdlijntje heen scrolt aan het einde van deze tijdlijn. En ik ga de positie aanpassen. En hij gaat hier naartoe. En daar naartoe. Daar naartoe. En daar naartoe. Zo vliegt hij eruit. En je ziet dat er meteen automatisch weer zo'n keyframe is aangemaakt. Als ik hem terug zou halen, kun je het al zien. Daar gaat hij. Hij vliegt gewoon door beeld. Dit is wat hij moet doen. Even een andere layer selecteren. De achtergrondlayer, dan kun je het beter zien. Daar vliegt hij. Daar binnen. En hij vliegt gewoon door. Tot hij er weer uit is. Nou, dit is een basisanimatie in After Effects. 5 seconden is best lang, hè? Vergis je daar niet in. Hoe kan ik nou checken of dit allemaal een beetje goed is? Nou, als ik dat even wil zien, of die animatie goed loopt, dan klik ik op mijn spatiebalk, terwijl ik in dit panel sta. En dan zie ik hoe die vliegt. Belangrijk om te weten is dat dit, in dit geval, omdat ik heel weinig capaciteit van mijn computer gebruik, real-time is. Maar als het niet zo is, en het is wat ingewikkelder voor de computer om uit te rekenen, gaat hij die animatie, als ik op de spatiebalk druk, langzamer afspelen. In het echt, als je hem zo meteen uitrendert, is dat niet zo. Dus het kan zijn dat je animatie wat traag overkomt als je hem zo bekijkt, maar straks als je hem hebt uitgerenderd, heeft dat geen enkel effect. Ik zet hem even op stop. Ik breng hem even terug naar het begin, want wat mij wel leuk lijkt, is als er gewoon ook nog een vliegtuig zo vliegt. Van die kant naar die kant. Wat ik daarvoor kan doen is eigenlijk vrij simpel. Hè. Ik heb een vliegtuig en ik maak daar een tweede vliegtuig bij. Ik kopieer eigenlijk die laag. Dat doe ik door Ctrl-D te doen, van duplicate. En ik heb ineens Plane 2 hier staan. Ja, nu is het al even belangrijk om te kijken wat ik dan met Plane 2 wil. Nou, er zijn een paar dingen die je misschien opgevallen zijn. Hier loopt een klein lijntje, een animatielijntje. En dat animatielijntje dat loopt eigenlijk niet, loopt gelijk aan het vliegtuig, maar loopt niet precies vanuit het hart van het vliegtuig. En voor de eerste animatie was het niet zo erg, maar voor de tweede is dat wat lastiger. Ik klik eventjes dubbel op deze. Dit puntje. En dan zoom ik even een beetje in. En dan kan ik nu, op dit moment, hem oppakken. Ik zit in een ander schermpje en ik zet hem midden op het vliegtuig. Daar.
ander paneltje wat extra hier in dit onderdeel terecht is gekomen. Als ik terug wil naar mijn animatie, klik ik op deze. En nu zie je dat het vliegtuig verplaatst is. Hij stond eerst hier. En nu staat hij hier. En hij zit precies op de tijdlijn. De tijdlijn die hem zo hier naartoe laat vliegen. Ik wil natuurlijk niet dat hij dat doet. Ik wil juist dat hij de andere kant op gaat. Dus ik ga een paar dingen doen. In de eerste plaats denk ik dat het verstandig is dat ik het vliegtuig een beetje draai. Dat lijkt me een goed idee. Dat maakt het wat makkelijker. Hè? Anders dan vliegt dat vliegtuig een beetje raar en zeg maar gedraaid naar die kant. Dus ik ga naar plane toe en ik klik op de R. En de R is van de rotation. En je ziet dat hij dus nu meteen dat paneltje opent. En ik zet hem eventjes om. Draai hem eventjes naar die kant toe. Dit is hem. Vervolgens wil ik de positie veranderen. En omdat ik eigenlijk die rotation en die positie allebei open wil houden in dit panel, hou ik de shift-toets ingedrukt en druk op de P. En nu zie je dat hij ook de positie pakt. Ik moet opletten, want die positie heb ik al een keer bepaald in de vorige animatie. Daar staan al twee keyframes. Dus stel dat ik de positie nu ineens zou veranderen terwijl ik niet op de 0 sta, dan gaat er dit gebeuren. Komt er een extra keyframe bij. En dan krijg je dit effect. Een soort bochtje. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Dus deze gaan we eventjes Ctrl-Z ondoen. Ik zet hem weer op de eerste keyframe, deze keyframe. En ik ga hier vandaan, ga ik weer mijn positie bepalen. Maar dan de andere kant op. Ik zet hem hier. Een klein beetje naar die kant. En ik ga dan naar de laatste keyframe, waar we eindigen moeten. Zo. Ik zoom een beetje uit, zodat ik kan zien waar ik ben. En ik zie dat ik best ver af ben. Dus ik ga nu naar boven toe. Als je de shift-toets ingedrukt houdt, gaat het nog sneller. Zo. Daar moet je wat voorzichtig mee zijn, maar dat kan soms helpen. Ik moet ongeveer daaruit komen, denk ik. Lijkt me prima. Ik zit er toch achter die gebouwen, dus ik kan hem nog wat dichterbij halen. Zo. En we gaan nog een stukje naar boven toe. Ik zoom weer een beetje in, zodat je mee kunt kijken. Daar is die. Dat is de tweede vliegtuig, vliegt dan dus kruislinks. Even kijken of dat klopt. Deze, en dan komt deze, en die vliegt nu hier. Super gaaf. Even kijken hoor, als ik de achtergrond selecteer, kan ik het beter zien. Dit zijn de twee vliegtuigen. De een vliegt zo, en de andere vliegt zo. Zie je wat er gebeurt? De laag met de building staat erboven, dus de vliegtuigen die vliegen er echt achterlangs. En dan kan het zo zijn dat ik denk, nou leuk hoor, het tweede vliegtuig, maar misschien vind ik hem wel een beetje klein. Misschien is die wel wat dichterbij dan het eerste vliegtuig. Ik heb de rotation en de position openstaan. En als ik dus ook nog iets wil doen met de schaal van dit vliegtuig, de grootte, dan hou ik mijn shift-toets ingedrukt en druk ik op de letter S. Dan heb ik de schaal te pakken. En de schaal is nu 100% en ik zet hem even een stukje verder naar voren toe. 180%. Even kijken wat er gebeurt. Een huge vliegtuig vliegt er nog even onderlangs. Je ziet dat het wat doet met de animatie, want ik ben ineens een staart, heb ik hier ineens in beeld. Dus ik moet eventjes naar deze keyframe toe en dan met name naar de positie om die een klein beetje aan te passen. Zodat die net buiten beeld valt. Hier zo, kijk, vliegt hij er keurig recht mee. Twee vliegtuigen voor de prijs van één. Nou kan het zo zijn dat ik eigenlijk wel vind dat die vliegtuigen niet tegelijk moeten vliegen, maar dat er een klein tempoverschil in moet zitten. En dat het tweede vliegtuig, wat hieronder in de hoek staat, niet begint op frame 0, maar ergens hier, frame 10 of zo. Dan pak ik deze keyframe op en dan zet ik die gewoon hier naartoe. Wat er nu gebeurt is het volgende. Het eerste vliegtuig vliegt en daar komt pas het tweede vliegtuig aan. Vliegt iets sneller, maar is dus sowieso iets wat elkaar niet in de weg zit. Nog één dingetje. Stel dat het zo is dat ik denk, nou dit vliegtuig is eigenlijk best wel goed zichtbaar, want die vliegt laag, deze grote. Maar die andere, die zou ik hem toch iets minder zichtbaar willen maken. Dan kan ik ook iets doen met de transparantie in mijn laag in deze compositie. Stel dat ik deze pak en ik hou de shift-toets ingedrukt en ik druk op de letter T. Dan heb ik de opacity te pakken en daarmee kan ik zeggen, dit vliegtuig, dat zie je maar heel slecht, want het is eigenlijk heel ver weg. Dus ik zet hem hier op 100% doorkijk, maar op 50%. Zo, kijk eens wat er dan gebeurt. Het eerste vliegtuig is veel dichterbij dan het tweede vliegtuig. Nou, nog een klein belangrijk ander ding wat mij wel leuk leek. Misschien is het geinig om hier ook wolken aan toe te voegen. Je ziet nou een hele witte lucht en dat hoort bij de foto, ik weet het. Maar een beetje wolken is misschien wel interessant. Dus ik had daar ook in de stokfoto voor geselecteerd.
Die ga ik even importeren. File. Import. File. Deze foto. Een foto van een wolkendek. Die open ik. En die komt dan weer als aparte compositie in After Effects terecht. Ik kan hier uit de tijdlijn worden gehaald. En ik zit hier nu in mijn animatie. Dus eigenlijk wil ik hem voor de achtergrond, die witte achtergrond, wil ik eigenlijk wolken hebben. Sleep ik die hele compositie er gewoon in. Dan zit ik boven de achtergrond. En nu heb ik wolken. Wolken die, nou, is op zich wel logisch dat er wolken zijn. Wat me leuk lijkt bij die wolken is om even te kijken wat ik er allemaal mee kan. In de eerste plaats, als ik ernaar kijk, dan zie ik dat die wolkenvisual zo groot is. Die is veel groter dan mijn compositie. Dus ik ga hem schalen. Ik druk op de S. Hij is 100%. Ik ga hem kleiner maken, zodat hij een beetje grof om mijn compositie heen ligt. Dat betekent dat je meer wolken ziet. Dat is het eerste wat ik wil doen. Een tweede wil ik dat die wolken misschien ook wel iets bewegen. Dat is misschien wel grappig om te doen. Dus ik ga aan deze wolkenlaag een effect toevoegen. En dat had ik net al even over aan het begin. En daarom heb ik ook deze openstaan, Effects and Presence, om jullie te kunnen laten zien hoe dat werkt. Deze is het. Daar gaan we. We gaan eerst even alle lagen uitzetten, behalve de wolkenlaag. Zodat we goed veel zicht hebben op alleen de wolken. Je zag hoe ik dat deed. Hè? Hier staan kleine oogjes. Zo gauw ze weg zijn, is de laag niet meer zichtbaar. De wolkenlaag is er nog. Die selecteer ik. En ik ga hier in Effects ga ik voor Turbulence Display. TUR typ ik in. En dan kom ik eigenlijk al meteen hier. En ik zet dit effect gewoon op die laag. Muis ingedrukt gehouden en ik zet de FX op de laag. Ik laat hem los en ik zie meteen dat hierbovenin iets verandert. Mijn projectpanel, wat net open stond, wordt nou ineens automatisch vervangen door mijn effectpanel, wat hier ook is. En daarmee kan ik dit helemaal van effecten voorzien. We beginnen weer op nul. En ik ga even laten zien wat ik kan. Hè. We kunnen dit ding iets laten doen met die wolken. Let op wat er gebeurt. Zie je? De wolken die veranderen qua positie en qua vorm. Niet veel, maar een klein beetje. Nou, daar kunnen we natuurlijk misbruik van gaan maken. We beginnen bij het begin. We zitten hier. En als ik gewoon even kijk, dan zie je dat er in deze laag ook inmiddels een effects onderdeel is bijgevoegd. Als ik die openklap, dan zegt hij, oké, dit is het effect wat je moet hebben. Een turbulent display. Dat is het enige effect wat ik er nu in op zit. En hier staan al die settings die je hierboven ook hebt staan, nog een keer opgenoemd. En ik zat net aan de evolution setting. Als ik even kijk, dan ga ik die evolution setting aanzetten. Ik zet hier de time watch aan. En je ziet meteen dat hier weer zo'n mooi blauw icoontje, ik zal even weghalen, icoontje ontstaat, zo'n keyframe. En als ik die nou pak en ik zet hier nou mijn playhead neer, dan kan ik hier die wolkendek al een beetje aanpassen. Zo. En dan doe ik dat hier ook nog een keer. Dat kan ik gewoon ook hier doen. Hè. Prima. En dan doe ik het hier ook nog een keer aan het einde. Zo. Dus de wolken, die hebben nu een klein beetje, geven een klein beetje effect. Een klein beetje wibbly-wobbly-achtige animatie. Meer is het niet eigenlijk, hè. Ik doe alles dicht. Deze dicht, deze dicht, deze dicht. En ik doe alle layers open. En ik heb mijn animatie eigenlijk al klaar. Je ziet dat hij nu veel meer moeite heeft als ik op de spatiebalk druk om alles te renderen. Omdat er veel meer rekenwerk nodig is om ook met name dat effect op die wolken goed neer te zetten. Dus het allerbest om nu te doen is te zeggen van nou ga ik dit allemaal exporteren. En zorgen dat dat dus op een goede manier in mijn video terecht komt. Hier vliegen de vliegtuigen. Hartstikke leuk. En de wolken zitten erin. Oké. Video is wat mij betreft klaar. Ik wil dat ding graag exporteren. Nou, dat kan natuurlijk. In de eerste plaats, bewaar altijd je After Effects file. Het is een projectfile wat je gewoon kunt bewaren. En als Photoshop, Illustrator en InDesign geeft dit toegang tot alles wat je hebt gebruikt. Dus zorg ervoor dat je die altijd bewaart. En vervolgens exporteer je dit file door dit te doen, export. En dat kun je dan met de Adobe Media Encoder exporteren. Of je kunt het in After Effects renderen. Dit is de beste optie om dit te doen. Naar de Adobe Media Encoder. Wat je ziet is dat de media encoder hem zich opent als je dat doet, als je die export maakt. Je moet hem weliswaar wel geïnstalleerd hebben op je pc of op je laptop om dit te kunnen doen. Maar hij hoort eigenlijk bij de Adobe Creative Suite. Dus absoluut gebruiken, want hier kun je eigenlijk vanuit allerlei softwarepakketten die met animatie en film te maken hebben, dingen renderen. Dat is de meest efficiënte manier om dat te doen.
Kijk, en je ziet dus dat hij na een poosje, hij moet er even over nadenken, hij moet even de connectie leggen tussen de Adobe After Effects en de media encoder. Dan zie je dat hij hier staat en hij heeft al een aantal settings voor mij geregeld. Dit is het normale formaat wat je altijd gebruikt hiervoor, dat is H264. Hij vraagt hier of hij dezelfde resolutie en dezelfde scherpte, dezelfde diepte moet aanhouden als het origineel. Dat kan, alleen dat betekent wel dat je een vrij groot file hebt. En hij vraagt natuurlijk waar hij dat neer kan zetten. Waar kan ik het niet kwijt? We gaan even kijken naar die bitrate hoor. Dus even zien wat er opties zijn. Even zien. Ja, iets zou kunnen veranderen misschien. Geen idee. Dynamic Linking Connection is nu bezig. Je krijgt nu een scherm wat oppopt en dat is eigenlijk meteen je output scherm waarmee je dus, meteen de mogelijkheid krijgt om alles in te stellen. Hij staat nu op Matching Source Bitrate en daar kwamen we vandaan vanuit de media encoder. Hier vandaan kom je in dit scherm uit en hier kun je alle dingen aanpassen. Hier heb je een lijst met allerlei soorten, types, video, content, render opties die je maar wilt. En je kunt dingen voor YouTube, specifiek voor YouTube, uitrenderen op een mobiel. En hoge kwaliteit in een laag formaat, beeldformaat in een hoge kwaliteit. Op allerlei manieren kun je dat doen, voor Twitter, noem het maar op. Ik zou persoonlijk ervoor kiezen om iets te doen als High Quality HD 1080. Dat is verder prima. En we zijn weliswaar een iets groter formaat waar we het in gemaakt hebben, maar dit zou uitstekend zijn. En dan kun je dan selecteren en vervolgens heb je natuurlijk een output name en een plaats waar je dat neerzet. En als dat allemaal is wat het zou moeten zijn volgens jou, dan is het hier de bedoeling dat je op deze knop klikt en dan rendert die je file uit. Dit is de output name van je file, het is een MP4 file, belangrijk om te weten dat je dat doet. Hier zitten nog wat settings in waar je verder niet al te veel mee hoeft, we hebben geen audio gebruikt. Dus dit is ongeveer wat je moet doen als je hier op oké drukt, wat ik niet ga doen, want ik ga het allemaal uitrenderen en dat wil ik echt niet, dan rendert die je hele file uit. Dus al met al heb je dan eigenlijk alles klaar wat je zou willen hebben. Media encoder zet ik even uit. In dit geval even terug naar Adobe After Effects. Dit is je bronbestand. Hier kun je constant in werken. Zorg dat je deze goed en zorgvuldig bewaart. Tot zover de eerste tutorial over Adobe After Effects. De basis. Vergeet een paar belangrijke dingen niet. Je zit op een laag en dan kun je dus met S kun je de schaal bepalen. Als je daar nog meer dingen bij wilt doen, hou je die shift-toets ingedrukt. Voor bijvoorbeeld de positioning. Voor kijken naar de opacity. En de R voor rotation, waarmee je dus eigenlijk alles afdekt als het gaat om een object. Of dat nou een foto is, of een illustratie of wat dan ook. Wat je wilt laten bewegen in Adobe After Effects. En graag tot de volgende keer.